Alessia en haar mama Filomena komen als eerste het ziekenhuis binnen. Goed 100 pomptasjes hebben ze bij. Allemaal eigenhandig gehaakt. En vooral veel mooier en handiger dan de normale heuptasjes. En het pompje zit hier nu in, hè. Voilà, het is dicht bij haar. Veilig. En toch wel heel mooi. Een echte prinses. Vroeger had ze een tasje om de buik, wat heel ongemakkelijk was als haar naaldje in de buik had. Dus zijn we begonnen met tasjes te haken en onze fantasie te gebruiken om deze tasjes dan in te doen. Zodat ze haar pompje erin kan doen en gemakkelijk te dragen is. De kinderen moeten het pompje 24 uur per dag bij zich hebben. En dat is niet handig uiteraard. Maar Alessia was zo in de wolken met haar tasje, dat haar mama er nog veel meer begon te maken voor andere diabeteskinderen. Een zeer leuk initiatief dat wij heel graag appreciëren en dat voor alle kinderen een meerwaarde is. Ja, op zich is het een klein gebaar, maar het kan veel betekenen voor die kinderen. Het kan zeer veel betekenen. We weten dat zij gesteund worden en dat we zo het leven toch wat aangenamer maken. Wat vind jij ervan? Goed. Goed. Vind je het mooi? Ja, ze kiest er heel veel uit. Hè, schat? Ja. Ja. Dat is leuk, hè, dat mama dat gedaan heeft. Ja. Ja, haal je er zelf ook veel voldoening uit? Nu? Ja, heel veel. Dat is echt een passie geworden. We doen eigenlijk, zodra we kans hebben, altijd haken. Intussen kan Filomena het aantal niet meer bijhouden en hoopt ze dat andere mensen haar mee kunnen helpen.